Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En zoals je voor me ziet, gaan we aan de slag met heel veel mooie materialen. Een beetje richting de herfst. Ik heb er in ieder geval zin in en ik heb een hele mooie ondergrond. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waarbij je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Ik wil er even bij zeggen, dit pakket wordt niet opnieuw aangevuld. Dus wil je dit pakket nu bestellen, wees er dan snel bij. Op is op. Er is echt wel grote voorraad, maar de pakketten gaan op het moment echt heel erg hard. Waar ik super dankbaar voor ben, dus echt dankjewel daarvoor. Maar ik wil toch even gezegd hebben, we zijn hier op de hoogte. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, dus bestel hem dan snel. En dan gaan we nu gauw beginnen. Reacties en vele bestellingen ben ik ook heel erg benieuwd wat jullie allemaal hebben gemaakt. Wat jullie resultaat is van DIY pakketten. Deel het op Facebook of Instagram. Tag mij, dan maak je ook nog elke maand kans op een cadeaubon. Ze waren voor 15 euro. En er komt dan nu ook een winnaar in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen via de mail. En dan zorgen we dat de cadeaubon jouw kant op komt. En misschien heb jij wel meegedaan aan de vorige winactie en heb jij een leuke reactie achtergelaten. Ook dan doe je mee met de winactie en misschien komt jouw naam dan wel hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag ook contact opnemen via de mail. En dan komt de cadeaubon ook jouw kant op. Wil jij ook kans maken op een cadeaubon waarde van 15 euro, kan je hier even een leuke reactie achterlaten en een duimpje omhoog doen. Dan doe je al mee, dus superleuk. Wil je dubbel kans maken, deel dan op Facebook of Instagram. Ja, en dan doe je eigenlijk elke maand, op elke video doe je dan mee. Want in elke DIY video hebben we nu weer een leuke winactie. Heel erg leuk, omdat ik jullie wil bedanken voor alle leuke reacties. Goed, genoeg gepraat, we gaan nu gauw beginnen. Zoals ik al zie heb ik een hele gave ondergrond. Het is een bankje van heel mooi hout, donker hout. Dit is wat bewerkter hout, maar echt heel tof. En daarop gebruik ik deze ondergrond. Hier zit al een lekschaaltje onder, dus dat is ideaal. Want ja, dan blijft de ondergrond natuurlijk gewoon mooi, dat willen we. En we gaan dus nu mooie materialen voor de herfst gebruiken. Ik heb mooie kalabassen, vruchtjes. Super leuk ook bijvoorbeeld om buiten bij de deur neer te zetten onder een afdakje. Of misschien op tafel, een side table. Op de grond kan die ook heel leuk, omdat die wat hoger is. Dus je hebt heel veel leuke plekken. En we gaan hem gelijk mooi opmaken met mooie bloemen. En ik heb dus natuurlijk mooie vruchten en materialen die we gaan gebruiken. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ondanks dat het een heel mooi bakje is, werk ik hem wel iets weg met wat mos. Zo lekt het niet op de tafel, maar werken we wel eventjes alles mooi natuurlijk weg. Je kan zelf kiezen of je het waterschaaltje in het midden wil of meer aan de zijkant. Ik doe hem meer aan de zijkant, maar je kan hem bijvoorbeeld ook in het midden opmaken. Ja, wat je zelf wil. Speel daar gewoon mee en doe lekker je eigen ding. Er is niks goed of fout. Ga lekker creatief aan de slag. Ik zet hem mos vast met een krammetje. Je kan het ook gerust iets onder het schaaltje duwen, hè? Als je dat mooi vindt, dan is het iets verfijnder. Kijk eens, mooi natuurlijk weggewerkt. En daarop kunnen we ook bouwen, het bloemstuk eigenlijk opbouwen. Je kan hem ook schuiven dus naar het midden en eventueel aan de zijkant nog iets van kalabassen doen. Dat is net wat je zelf leuk vindt. Ik vind het ook leuk om een kalabas in het midden te doen. Je zou er even een stok in kunnen doen, dat hij er vast op zit. Maar hij blijft wel veel langer mooi als je er niet in prikt. Dus ik laat hem liever in zijn geheel zo staan. De andere kalabassen die leg ik er eigenlijk gewoon een beetje omheen. Ik kijk even hoe die mooi uitkomt en wat ik daarin leuk vind. Ik vervoer het bloemstuk op dit moment niet, dus je kan hem dan prima zo er los opleggen. Dan ga je hem echt vervoeren en dan adviseer ik het wel om eventjes vast te zetten. Maar je kan natuurlijk nu ook elke keer het bloemstukje er even afhalen. Ik ga in hoogtes werken, maar ook wat lagere bloemen erin verwerken. En ik werk met mooie materialen die al mooi passen richting ja, de herfst. En ik hou er toch wel van. Ik vind het ook wel echt leuk. Mooie grassen en lampionnetjes. Echt prachtig leuk. Ik heb ook mooie bessen en katamus. Zuiderwindlelie. Je kan eventueel ook naar de zijkant heen werken als je het leuk vindt om het zo wat meer ja, die kant op te werken. Maar ik hou het echt bij dit stuk.
Maar ga daarin ook lekker je eigen gang. Er mag ook best wel wat hoogte in, want het bankje is ook wel redelijk groot. Mini zonnebloemetjes zijn ook super leuk. Meestal haal ik het blad trouwens even af, dat die wat sneller gaan slap hangen. Maar het zonnebloemetje is natuurlijk heel erg leuk. Dus nodig is prik je even voor. Dan heb ik ook wat mooie bessen. Past ook helemaal in dat sfeertje. Het is toch wel echt heel mooi vrolijk. Je mag zelf gewoon gerust gaan kijken waar je een mooi plekje vrij hebt. Welke materialen mooi passen op een plek. Het vult hem al mooi op. Heel veel. Dan heb ik mooie sedum. Ja, ik vind sedum echt heel leuk. En mooi sterk. We gebruiken eigenlijk allemaal weer echt sterke materialen. Dat willen we, want de temperaturen kunnen nogal oplopen. Dus dan wil je echt genieten van, ja, lang genieten van je bloemstuk. En ik hou er sowieso van om sterke materialen te gebruiken. Mooie katamers. Droog ik altijd mooi in. En zoals je ziet bouw ik als eerste de hoogte op en daaromheen vul ik hem eigenlijk aan met mooie materialen. En dan zie je eigenlijk dat het al heel veel doet in het stuk. Je kan ook meer hoogte aanbrengen wat je zelf leuk vindt daarin. Ik vind het mooi om het op deze manier op te bouwen. Maar speel daar zelf mee. Doe wat je zelf leuk vindt. Er is alleen geen goed of fout. Dan prachtige hibericum. Een mooi besje natuurlijk. En heel sterk. Deze is mooi getakt, dus ik gebruik de zijtakjes ook. Nou, dan zie je dat hij zich al mooi vult. Het is natuurlijk een mooie basis dat het waterschaaltje er zo vast onder zit. Nou, eventueel zou je een vrucht ook nog wat meer in het midden kunnen doen. Die kan je ook vastzetten op een stokje of er los inleggen. Mijn voorkeur gaat dan toch uit om los in te leggen, maar het kan dus ook gewoon met een stok. Maar als je een vrucht heel laat, blijft de houdbaarheid gewoon veel langer mooi. En zo zie je dat ik hem heel mooi heb opgebouwd. Mooie warme kleuren. Ik controleer even of er geen oase meer zichtbaar is. Ik zie aan deze kant nog een beetje oase. Nu heb ik nog een takje van de sedum over, dus ik kan het mooi opvullen. Eventueel als je nog een gaatje hebt, kan je ook wat mos gebruiken. Maar dit lijkt prachtig. Daarvoor kan je materiaals gebruiken die je nog over hebt. Maar dan hebben we echt een super mooi, ja, sterk, vrolijk stuk. En leuk om neer te zetten. Dus ja, dit was hem voor vandaag. Zoals je ziet is het niet moeilijk om zo'n bloemstuk te maken. Wel heel erg mooi en heel leuk stuk op deze manier. Door te werken met mooie, ja, materialen die mooi bij elkaar passen. De kleuren passen mooi bij elkaar. Het is een mooi geheel en ook de warmte van de ondergrond komt mooi tot z'n recht in zo'n stuk. Wil je dit pakket nu bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. De losse bloemen kan je eventueel ook bestellen, dus wil je hem ergens anders opmaken? Dat kan dan ook. Jij gaat daarvoor ook naar www.uwonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. En wil je het nou later ontvangen, je kan de gewenste datum aangeven. Dus ook dat is geen probleem. Dan hoop ik dat jullie weer een leuke video vonden. Deel jullie creatie op Facebook of Instagram. Doe mee met de winactie door even een leuke reactie onder achter te laten en een duimpje omhoog te doen. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer.